Dankzij het winnen van de KNVB-beker speelt FC Groningen komende zondag voor het eerst in de geschiedenis de jaarlijkse wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. FC Groningen kan tegen landskampioen PSV na de beker dus de tweede prijs in 3 maanden tijd winnen. Ja, dit is weer anders. Het is toch wel een ander gevoel. Vorig jaar werk je een hele weg naar een bepaalde climax toe van die bekerfinale. Nu begint het seizoen en pas boom staat daar weer een hele belangrijke wedstrijd. En wel een wedstrijd waarin wij gewoon de prijs kunnen winnen. En dat, als je bij Groningen speelt, gebeurt dat niet zo heel vaak. Dus iedere kans moet je gewoon volledig aangrijpen. En dat heb ik net ook tegen die jongens gezegd. En dat gaan we, daar gaan we ook voor. Voor Simon Tibbeling kan de Johan Cruijffschaal al de 3e prijs worden dit seizoen. Want hij werd met Zweden onder 21 deze zomer ook Europees kampioen. Ik zou zeggen dat het een fantastische opportunity to play finals. It's it's something you dream about. You want to play finals. And I have lucky to play too. And hopefully I get my turn now on Sunday. And yeah, it's fantastic. You can never play too much finals. So it's just to enjoy it every time you get a chance to play it. So it's fantastic. De toeschouwers bij de training missen Rasmus Lindgren, de nieuwe aanvoerder van FC Groningen. Hij heeft sinds afgelopen zondag last van zijn enkel. Ik doe alles aan om fit te worden voor die wedstrijd, want ja, die wil je natuurlijk spelen. Het is de eerste echte wedstrijd dit jaar en daar wil je bij zijn. Ja, want je hebt hem 1 keer eerder gespeeld met Ajax in 2010 tegen FC Twente. Hoe was dat toen? We hebben verloren, dus ik kan me niet heel veel herinneren van die wedstrijd, maar ik weet dat we hem hebben verloren, dus dan is het nooit leuk. Nee, dus dat zou je komende zondag recht kunnen zetten? Ja, dat is de enige prijs die ontbreekt bij mij in de landen waar ik heb gespeeld, dus ik zou heel graag die wedstrijd willen winnen. Ja. PSV is als kampioen favoriet komende zondag. Maar voor zowel PSV als FC Groningen is het de vraag hoe de ploeg ervoor staat na de voorbereiding. Vaak in het begin van het seizoen kijk je waar zouden we staan als ploeg en hoe ontwikkelt zich de ploeg. En daar kan je heel veel aan werken. En nu is het, we hebben natuurlijk zware oefenwedstrijden gespeeld, daar zie je wel wat. Maar een echte wedstrijd, dat is toch net weer anders. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe we ervoor staan. De laatste keer we played against it was in Marston. I think we do a good game. And of course they're a very, very good team, a lot of good players. But they have lost some players too, like we have too. And they have new players in the team like we are, so both teams a little bit like they are start to something new a little bit. So of course it's a special game, but of course I think we have a chance. I mean, I think we have shown that we can play very well, and I think if we have a very good day and we can play on our highest level, of course I think we have a chance.